De laatste tijd ben ik bewuster bezig met eten en daarom deel ik vandaag een van mijn favoriete salades met jullie. In deze salade gebruik ik kippendijfilet zonder bot. Dit meng ik met paprikapoeder, knoflookpoeder, uienpoeder en zout. Meng de kruiden goed met de kip en breng vervolgens de kip over in een hete pan met olie. Pak in deze pan de kip tot helemaal gaar en mooi goudbruin en zet hem dan aan de kant om een beetje af te koelen. Ondertussen kun je andere ingrediënten klaarzetten. Ik halveer wat cherrytomaatjes. En dan doe ik de groene groentes in een diep bord. Ik kies vaak voor spinazie, maar je kunt ook makkelijk voor andere bladgroentes kiezen. Wat je lekker vindt. Dan voeg ik verse edamameboontjes, sojaboontjes toe aan de salade. Wat mais uit blik. De gehalveerde cherrytomaatjes. Dan doe ik er nog een beetje avocado bij. Per salade gebruik ik ongeveer een kwart tot een halve avocado. Maar als je dit te vet vindt, kun je dat uiteraard ook weglaten. Ik vind de avocado wel wat smeuïgs toevoegen. Doe dan de kip erbij. En zelf vind ik het lekker om er ook nog een spiegelei bij te doen. Vind je een spiegelei niet lekker, dan kun je ook een gekookt eitje toevoegen of gewoon het ei weglaten. Om alles tot een geheel samen te brengen maak ik vervolgens nog een hele simpele dressing van hummus. Hiervoor neem je ongeveer 2 eetlepels hummus. Ik heb een heerlijke pompoenhummus op mijn blog staan en hier voeg je net zoveel water aan toe tot je het de juiste dikte vindt hebben. Ik hoop dat jullie deze salade een keertje uitproberen. Het is heerlijk als een rijk gevulde lunch of een heerlijke lichte avondmaaltijd. Mocht deze salade je lekker lijken, geef dit filmpje dan een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal om meer van dit soort video's te zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!